Hoop Rotterdam interviewde naar aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen 2018 de lijsttrekkers van Rotterdam. U kijkt nu naar een compilatie van lijsttrekkers 010. Benieuwd naar de volledige interviews? Ga dan naar hooprotterdam.nl/verkiezingen. Wat je in zorg ziet, is dat de aanbestedingen, en dat is echt funest. Elke 4 jaar wordt er aanbesteed. Elke keer worden weer mensen vervangen. Het leidt tot een enorme bureaucratie. Terwijl je juist in de zorg en welzijn heb je gewoon continuïteit nodig. Wat je ook nodig hebt is vernieuwing. En de manier waarop nu die aanbestedingen zijn opgezet, dat is funest. Dus daar moeten we vanaf. Dat kan ik sowieso al aangeven. Maar we komen ook met een alternatief wat je wel zou kunnen doen. Om te zorgen dat je richting mensen, ook in de thuiszorg, meer continuïteit hebt. Want mensen krijgen nu om de zoveel tijd weer nieuwe hulpverlener. Ligt een tipje van de sluier op? Nou, je zou eens kunnen kijken naar hoe we in de cultuur het organiseren. En gek genoeg is de zorgplan. Gek genoeg is de cultuur een van de best georganiseerde, ook in financiële zin, sector van Rotterdam. Elke 4 jaar krijgt iedereen de kans om zich in te schrijven. De gemeenteraad stelt de uitgangspunten vast. Iedereen kan inschrijven. Er zit een onafhankelijke commissie die kijkt naar alle voorstellen. Nou, dat zou je ook in de zorg en welzijn op die manier kunnen doen. En gek genoeg is het resultaat, dan neemt het college een besluit en daarna de gemeenteraad, maar op basis van een extern advies. Iedereen krijgt de kans. En wat je ziet in de cultuur, dat er toch continuïteit is, want Rotterdam Philharmonisch is niet elke 4 jaar wordt vervangen door een nieuw orkest, om het zo maar te zeggen, maar je hebt ook vernieuwing. Die vernieuwing kan wel veel meer zijn in de cultuursector. Maar ik denk dat die systematiek ook goed bruikbaar is in zorg en welzijn. Ja, de Rotterdamwet kennen we allemaal. Hè? Dat is echt waar, vreselijk. Die gentrification. Dat betekent dat er in een aan bepaalde wijken mensen geweerd worden. Ja, met lage inkomens. Yes, klopt. En dat, dus je krijgt, we hebben al spreiding, of althans al een verdeling tussen arm en rijk. Nou, dat doen we ook nog een keertje in het wonen. Vreselijk Rotterdamwet. Nou ja, daar hebben wij de grap op uitgehaald van, doe maar de AORW, dus de Algemene Ouderdoms Rotterdamwet. En wat bedoelen we daarmee? Nou, het is echt bloedserieus. Ik zei net, 55 jaar en ouder, 3% die nog maar aan de bak komt als ze langer dan 3 jaar werkeloos zijn. Moet je voorstellen, er zitten dus mensen na hun 65ste in de bijstand, die moeten blijven solliciteren, die moeten blijven schoffelen. Totdat het Rijk op 67, 68, hè, want het wordt steeds ouder, die gaat dat oppakken dan pas. Dan krijg je pas je AOW. Nou, ik vind het een gênante vertoning. Wat zijn we met elkaar aan het doen? Nou, en heel eerlijk gezegd, geen bijstand meer, maar een AOW. Het scheelt overigens ook maar heel weinig. Hè. We hebben het door laten rekenen. Het is nog geen 0,3% van de begroting. En gaat dit dan alleen voor mensen die dus geen werk hebben? Dat staat er duidelijk bij. We beginnen met mensen van 65, langer dan 3 jaar werkeloos en al langer dan 3 jaar wonende in Rotterdam. Want ik weet gelijk de volgende vraag. Ja. Iedereen gaat naar. Waar moeten we ze laten dan? Nee, ze wonen al 3 jaar in Rotterdam. Dus we hebben de grootste randvoorwaarden, 3 jaar werkeloos en 3 jaar in Rotterdam. En die mensen krijgen een uitkering. En die krijgen dan geen uitkering meer, die krijgen ook geen toeslagen meer. Die gaan gewoon naar de AOW. En dat verschil tussen de bijstand en de AOW is ongeveer 0,3% van... Denkt u dat dit haalbaar is? Zeg maar dat zo'n soort plan er doorheen zou kunnen komen. Nou, het is in ieder geval de moeite waard om zo'n initiatiefwet eens te gaan maken. Kijk, weet je wat wij willen is... anders denken. Waarom willen wij als nieuwe partij ook in dat Rotterdamse, we willen uit die standaard patronen, die continu maar weer hetzelfde van we gaan voor werk en werk en werk en we gaan voor bedrijven en voor economie. We willen het doorbreken. Waar we echt een begin mee willen maken, omdat dat veel te weinig gebeurt in Rotterdam, dat is echt de aanpak van de klimaatverandering. Daar zal je echt wat aan moeten doen. En wat is dat dan, heel concreet? Nou, bijvoorbeeld als je ziet dat Rotterdam, dat stoot al 10 jaar lang meer broeikasgassen uit. Ondanks de mooie woorden van het college, ondanks de mooie woorden van de Rotterdamse haven. Maar je ziet de laatste 10 jaar is de CO2-uitstoot, de broeikasgassen, die is met 22% toegenomen. En welke belangrijke maatregelen heeft u daar dan voor om dat tegen te gaan? Nou, je zal er afscheid van moeten nemen. Dus elektrisch rijden, dat soort zaken snel invoeren. Eerst beginnen met de kolencentrales dicht. Okay. Dat zou je sowieso moeten doen. De industrie moet veel minder CO2 gaan uitstoten. Die moet je veel meer achter de vodden zitten, om het zo te zeggen. En je zal afscheid moeten nemen van de fossiele industrie. Want dat is toch een van de grootste veroorzakers van de opwarming van de aarde. De wereld gaat er afscheid van nemen. Dus je kan beter nu omvormen naar innovatieve industrie. Ja.
Ja. Een werkgelegenheid in de haven of kolencentrales dicht en u kon niet kiezen. Nou ja, dat heeft ermee te maken dat ik denk dat we moeten echt van fossiele brandstoffen af, van kolen af en uiteindelijk ook van olie af voor een groot gedeelte. Dat moet om überhaupt de klimaatdoelstellingen van Parijs te halen. En dat moet ook, als je het nog wat langer bekijkt, wil dit land überhaupt nog bestaan in het kader van de klimaatverandering. Anders loopt gewoon de hele zaak onder. Ik wil niet alarmistisch doen, maar dat is wel eigenlijk de situatie op de langere termijn. Dus je moet van die fossiele brandstoffen af. Maar ik denk dat je dat niet gaat lukken, in dit geval dan bijvoorbeeld de kolen, kolenoverslag, kolencentrales enzovoort. Dat gaat je niet lukken om die energietransitie ook voor elkaar te krijgen als je daar geen draagvlak voor hebt. En als je niet ook mensen meeneemt, en in dit geval dan ook bijvoorbeeld de mensen die in de haven in Rotterdam werken, die moet je dus meekrijgen. Die hebben wij gesproken, die zijn redelijk in paniek. Nou ja, ik heb ze ook gesproken afgelopen vorige week donderdag. En wat ik juist heel mooi vond, is dat zij zeggen van ja, wij zien dat die transitie, dat die er de komende tientallen jaren aan zit te komen. Dat het dus ook zo zal zijn dat die kolenoverslag, dat een stuk minder zal worden of zelfs helemaal zal gaan verdwijnen. En dan moet je echt niet denken aan een periode tot 2040. Dat gaat sneller, dat zeggen zij ook. Maar wat wij heel graag willen, is dan vervolgens dat er ook voor ons verantwoordelijkheid genomen wordt en er zeg maar een soort van transitiefonds komt om te zorgen voor alternatieve werkgelegenheid en ervoor te zorgen dat hun werkzekerheid en hun inkomen ook daar in dat hele proces gewoon gewaarborgd wordt. En is dat te garanderen? Is dat te realiseren? Nou ja, kijk, als wij met z'n allen, de hele samenleving, maar ook de bedrijven in de haven en bijvoorbeeld het havenbedrijf Rotterdam, maar ook de Nederlandse overheid en dus ook de gemeente Rotterdam, als wij vinden en zeggen van het is absoluut noodzakelijk om die energietransitie te doen, om af te komen van fossiele brandstoffen, dan zullen we ook de verantwoordelijkheid moeten nemen voor die groepen van mensen die daar de dupe van dreigen te worden. Het is niet zo dat het echt verboden is om samen te werken met Leefbaar Rotterdam. In principe sluit ik een samenwerking met Leefbaar Rotterdam ook niet uit. Maar wat ik wel zeg, ik zie dat door die samenwerking met Forum voor Democratie het voor ons wel steeds lastiger wordt om nog een samenwerking aan te gaan met Leefbaar Rotterdam. D66. Waarom? Nou ja, ik ga je vertellen. D66 is nog steeds hetzelfde D66 als D66 wat 4 jaar geleden de samenwerking is aangegaan met Leefbaar Rotterdam. Wij zijn daarin niet veranderd. Ja, dat Leefbaar Rotterdam waar we 4 jaar geleden mee hebben bestuurd of de samenwerking zijn aangegaan, daar zouden we op zich gewoon weer prima mee kunnen samenwerken. Maar we zien dat het Leefbaar Rotterdam van nu heel erg veranderd is. Ze zijn steeds meer naar rechts opgeschoven, ze zijn de samenwerking aangegaan met Forum voor Democratie. Een partij allerlei dingen roept als het heeft over homeopathische verdunning, een verbinding, een relatie legt tussen intelligentie en ras. En ook een partij die roept van je hoeft vrouwen niet te respecteren, want als ze nee zeggen bedoelen ze eigenlijk ja. Nou, dat vinden wij toch echt iets te ver gaan. En wij willen gewoon met partijen samenwerken die Rotterdam voorop stellen, die het welzijn van de Rotterdammers voorop stellen. Dat soort partijen, daar willen we mee aan de slag. En we willen niet te maken hebben met partijen die dat soort uitspraken doen. Ik begrijp dus eerder een samenwerking met de PvdA dan met Leefbaar. Ik kan het zo goed horen. Ja. Ja. Wat we zien is dat heel veel kwetsbaarheid in de stad is. En een van de oorzaken is dat mensen vaak niet in staat zijn om een duurzame relatie aan te gaan en op te bouwen. En we vinden het heel logisch dat een overheid die zich ook bezighoudt met bijvoorbeeld gezonde levensstijl, met het roken bijvoorbeeld, om dat te ontmoedigen, middels bijvoorbeeld voorlichting, uiteraard op een vrijwillige basis. Maar dat is een taak van de overheid, dat vinden we allemaal. Nou, zoiets als duurzame relaties, wat een ongelooflijk impact heeft op de mensen, vooral ook op de kinderen, maar ook de samenleving heel erg veel geld kost. Onlangs nog berekend dat er zo'n 2,3 miljard aan kosten wordt gemaakt per jaar, alleen al vanwege echtscheidingen. En dan ook dat belang van de kinderen die daarmee in spel zijn. Ik vind het heel logisch dat je daar als overheid dus iets mee gaat doen. Maar wat me dan zo opvalt is, dan lees ik verder in uw partijprogramma en dan zie je vervolgens, hebben jullie het over de economie en dan zeggen jullie van, nou weet je, we stimuleren verantwoord ondernemen, maar vooral geen dwang en dat werkt niet. En ik heb het gevoel dat u
een stuk minder sturend bent voor bedrijven dan voor de burgers of voor de inwoners. Hè? Of heb ik dat verkeerd begrepen? Nou, het is goed dat je het vraagt, want we willen echt vooropstellen dat die opvoedingsondersteuning niet in een dwang iets is. Hè. Dat is vrijblijvend. We bieden het aan. Maar is dat een taak van de overheid? Nou ja, wat ik net ook zei, hè, als je als overheid belangrijk vindt dat mensen vitaal blijven, dat is een van de beste preventie-instrumenten voor gezondheidszorg. Vinden wij ook dat als je inzet op relaties, dat je dan in feite hetzelfde doet. Het is namelijk ook om te voorkomen dat mensen op allerlei andere gebieden problemen gaan krijgen, waar de overheid ook voor is. Nou, en we zeggen van bij gezondheid en je zorg voor je burgers moet je vooral naar die preventieve kant kijken. Ja, dan is het een van de beste dingen die je kan doen. Dus in relatietherapie bij de overheid? Nee, niet in relatietherapie bij de overheid op zich, maar wel de burgers actief gaan aanbieden dat die mogelijkheid er is. Ik merk echt dat Rotterdam grote behoefte heeft aan de idealen van DENK. We zien dat door de retoriek van partijen zoals Leefbaar Rotterdam mensen zich vervreemd voelen in hun eigen stad, van hun eigen stad. En wij hebben altijd de belofte gedaan, als mensen zich verdrukt voelen, als mensen uitgesloten dragen te raken, dan zullen wij aanwezig zijn om een geluid van wederzijdse acceptatie te laten horen om voor die mensen er te staan. Die belofte doen we gestand in Rotterdam door in Rotterdam. Dat vind ik ook een beetje raar, want u zegt ook, u schrijft ook in uw verkiezingsprogramma, wij zijn heel erg voor verbinding tussen al die Rotterdammers. Zeker. Dan kun je dat toch beter in een bestaande partij voor elkaar krijgen dan dat je weer allemaal in kleine groeperingen dadelijk met 1, 2, 3, 4 mensen in een raadsfractie gaat zitten? Nou, wij hebben tijdens de Tweede Kamerverkiezing hebben wij 26.000 stemmen gehaald. Mm-hmm. Dat zou nu al 5 zetels zijn in de raad als die Rotterdammers weer het vertrouwen aan DENK geven. En ik denk met de positieve campagne die wij voeren, met de nadruk op wederzijdse acceptatie en al die andere uitdagingen zoals armoede, zoals betaalbaar wonen, dat wij echt de grootste partij in Rotterdam gaan worden. Dus wij kunnen Rotterdammers massaal achter de idealen van DENK scharen. U denkt dat u de grootste partij? Ik denk zeker dat wij de grootste partij in Rotterdam kunnen worden en daarmee Leefbaar Rotterdam uit het stadsbestuur kunnen houden. En dat is van wezenlijk belang. U denkt dat u groter dan Leefbaar wordt? Ik denk dat dat potentieel er is. Want ik denk dat Rotterdam echt behoefte heeft aan een geluid van wederzijdse acceptatie, de bestrijding van discriminatie en een sociale stad met een groot sociaal hart. We hebben 4 jaar lang leefbaar beleid gehad in deze stad. Dat heeft desastreuze gevolgen gehad. Het is tijd om het over de andere boeg te gooien. Oké, maar dat is toch weer een beetje polarisatie dan over de andere boeg. Je zou kunnen zeggen, we gaan met ze samenwerken. Het is de vinger op de zere plek leggen. Het is beleid dat Rotterdammers uitsluit. Beleid dat Rotterdammers in de armoede heeft gestort. En daar mag ik wel de vinger op de zere plek leggen wat betrekking tot de slechte effecten voor deze stad. Nou, kijk, wat ik wilde zeggen is dat het was de keuze tussen Joost of Barbara. En ik mag ze allebei graag hoor. Maar Leefbaar Rotterdam ligt gewoon dichter bij de VVD. Als het gaat om bijvoorbeeld de veiligheidsagenda. Dat is een agenda die Leefbaar Rotterdam steunt. Dat is niet het geval bij de Partij van de Arbeid. Dus ik denk dat wel, wat dat betreft die keuze vrij makkelijk is. En Leefbaar Rotterdam heeft een alliantie met Forum voor Democratie. Ja. Hoe staat de VVD daar tegenover? Ja, kijk, ik heb Thierry Baudet hier nog niet gezien. Hij was er wel. Ik was in de Villa Thalia. Ja, nou ja, er komen ontzettend veel mensen naar Rotterdam. Maar ik zie er niet zoveel in. Ja, volgens mij is het gewoon leefbaar. Moeten ze zelf weten met wie ze dat doen. Nou, ik ben bij die bijeenkomst geweest waarin ze de alliantie vierden. Dat was toch wel een heel duidelijke boodschap van Leefbaar Rotterdam. Ja. Wordt gesteund door de Forum voor Democratie en we trekken samen op in de campagne. Ja. Ja, maar ja, als je dan 1 keer hier langskomt en voor de rest Joost Eerdmans het ook helemaal niet over Thierry Baudet heeft. Het maakt me echt totaal niks uit. Weet je, al komt hij hier elk weekend flyeren, ik denk dat het 0,0 verschil maakt. Ik denk dat Rotterdam niet zit te wachten op een Thierry Baudet. Overigens denk ik ook dat Rotterdam niet zit te wachten op de maatregelen van Leefbaar. Dat soort campagne dingetjes. Wat bedoel je daarmee? De Rotterdammer zit niet te wachten op de maatregelen van Leefbaar? Nou, als ik naar Leefbaar Rotterdam kijk, ik zit nu een paar maanden in de politiek. Ik ben helemaal nieuw en als ik een beetje die campagne zo een beetje bekijk, ook van die van Leefbaar Rotterdam, dan hebben ze het beste waar ze mee kunnen komen is meer afluisterambtenaren in moskeeën. En ik heb de afgelopen maanden, vanaf de zomer, heb ik zelf 100 gesprekken gevoerd. Mijn hele team heeft 1000 gesprekken gevoerd. En dan gaat het altijd om thema's als ik wil gewoon een schone straat. En ik wil een veilige buurt en ik wil wonen in een betaalbaar huis. En er is nooit iemand die tegen mij gezegd heeft, joh Vincent, ik zou wel graag wat meer afluisterambtenaren willen. En terwijl dat de juiste thema's zijn op identiteit, op cultuur, op discriminatie, waar partijen op de flanken zich het ontzettend over hebben. Er zijn heel veel tekorten in de zorg.
Duizenden verpleegkundigen nodig alleen al in Rotterdam en omgeving. Hè? Precies. En mijn voorganger Hugo de Jonge die is daar ook in Den Haag mee bezig. En op dit moment is de gemeente ook aan de slag met al die zorginstellingen om daar een aanpak op te maken. Maar wat gaat u dan doen? Wat noemt u dan eens iets concreets? Want ik ken wijkverpleegkundigen die zitten samen na 8, 9, 10 uur werken. Mm-hmm. Zitten ze s'avonds nog 1, 2 uur hun administratie te doen. Dat kan toch niet in deze tijd? Daar moet u toch een oplossing voor hebben? Gaat ja, en ik vind dat de gemeente daar een verantwoordelijkheid in heeft. En moet handelen. Kijk, we moeten ook heel eerlijk zijn. Het Rijk gaat over verpleegkundigen en verzorgenden in verpleeghuizen. De wijkverpleegkundigen worden niet door de gemeente betaald. Weet ik, maar de huishoudelijke hulp wel. Precies. En de gemeente heeft daarin een rol. En wat de grootste rol van de gemeente is, het samenbrengen van al die partijen, maar vooral ook het onderwijs. Omdat de instroom van nieuwe jonge verpleegkundigen of nieuwe jonge verzorgenden op een goede manier moet lopen. En daar zie je heel veel problemen. Bijvoorbeeld dat de werkdruk in de zorg zo hoog is dat die professionals niet eens een stagiair kunnen begeleiden. Als je geen stagiair kan begeleiden, kan je geen opleiding afronden. En als je geen opleiding kan afronden, dan kan je ook niet in de zorg gaan werken. Nee, en precies dat is een rol van de overheid en die moeten we pakken. In het onderwijs hebben ze daar een masterplan voor. Je krijgt premies als je in Rotterdam-Zuid komt werken, als je voor de klas komt staan. Zou dat ook een idee zijn om dat te doen voor de zorg? Ja, precies. En daarom is daar al een jaar geleden al mee begonnen. En het is wel aan een herijking toe, want je ziet dat de zorg zich constant ontwikkelt. En ik zou er niet gek van staan te kijken als er binnenkort weer zo'n plan komt, juist ook voor de zorg. Maar er moeten ook premies uitbetaald worden aan verpleegkundigen die komen werken in de Afrikaanse wijk. Of die moeten ook extra geld krijgen om ze te lokken. Ik denk dat het grootste probleem is de werkdruk in de zorg en voldoende mensen in de zorg. Want als er geen nieuwe verpleegkundigen komen werken, dan zijn de verpleegkundigen die er nu al werken, die hebben zoveel werk, dat wordt ook niet veel beter. En dat is de grootste uitdaging voor nu. Mensen opleiden en ook zorgen dat er zijinstromers komen om alle vacatures die er zijn ook daadwerkelijk op te lossen. NIDA is een partij die autonoom is, echt in Rotterdam geboren. We zijn een emancipatiebeweging, we zijn een ledenpartij, democratisch ook. We hebben gewoon leden die bepalen uiteindelijk ook de koers. En we zijn ook in die zin super divers. Leefbaar en Denk zijn twee partijen op zich. Als het gaat om wat we voor de stad willen realiseren, dan zie je misschien dat voor een deel... Veel overeenkomsten zijn met Denk. Ja, we bestaan wel eerder dan Denk, laat dat ook gezegd zijn. Dus, maar goed, dat er overeenkomsten zijn, maar als het gaat om de manier waarop dan, hoe te realiseren, ja, dan moet je voor samen kunnen werken. En NIDA heeft laten zien dat op een hele goede manier En dan kan. Zou ik niet kunnen samenwerken met Denk? Nee, ik hoop het wel naar de toekomst toe. Maar het feit is dat we dat in de afgelopen periode hebben geprobeerd om op inhoud iets van een samenwerking te realiseren en dat is vooralsnog niet gelukt. Maar uw tweede man van vorige periode? Dat is niet onze tweede man. Oh, sorry. Ja, sorry, degene die op de tweede positie stond tijdens de vorige gemeenteraadsverkiezingen, ja. Die zit nu bij Denk. Ja, die zit bij Denk en ik wens hem veel succes. Ja. Maandagavond is het linksverbond geklapt. Dat was een verbond tussen de SP, GroenLinks, Partij van de Arbeid en NIDA. Jullie stonden samen voor de slogan een duurzamer, socialer en inclusiever Rotterdam. Wat is er precies gebeurd? Het zag er gisteren goed uit dat we gewoon verder gingen met het linksverbond. Volgens mij heeft iedereen ook kunnen horen dat ik dat statement maakte op camera. Van nou, hè, we zijn eruit. Om even helemaal terug te grijpen. Het begon eigenlijk allemaal met een tweet. Dat is heel erg jammer, omdat ik het eigenlijk alleen maar wil laten gaan over die inhoudelijke punten die zo belangrijk zijn voor Rotterdam. Maar ja, het ging over een tweet. Want NIDA had in 2014 getweet dat ISIS gelijk stond aan het Zionisme. Ja. Naar aanleiding van de Gaza-oorlog die net was afgelopen en een minister van of een ambtenaar van Veiligheidsdienst die was opgepakt. Ja, ik vond het een tweet die niet door de beugel kon. Dat heb ik ook gelijk laten weten. Er was dus ook een gesprek nodig om even te kijken wat de uitleg van NIDA zelf was. Want ik heb daarna ook gelijk gezegd van nou, ik herken NIDA hier ook helemaal niet in. Want ik zit niet voor niks met hun in een linksverbond, omdat ik hun vooral ken van de waarden die wij delen die zo belangrijk zijn voor Rotterdam. Hè? Die armoede de stad uit. Ja, en toen kwamen jullie in dat gesprek. Jullie zijn er niet uitgekomen. Ja, nou, eigenlijk ben ik de hele dag in de overtuiging geweest dat NIDA de tweet ook voldoende betreurde. Ook aan zou geven dat... Dat ze er afstand van zouden nemen? Ja, dat ze inderdaad zouden betreuren. Dat ze hem ook niet op dit moment nog zouden zenden. En zeker nou ja, hoe het overkomt buiten de context van toen. Dat daar echt het groot betreuren in zat. En eigenlijk liepen wij naar buiten en dacht ik dat we een linksverbond hadden. Dat heb ik ook gemeld. Leo de Klein van de SP had hetzelfde. Vervolgens ga je weer andere dingen doen. En toen moest ik constateren dat de samenwerking er niet meer was. Maar heb ik wel met Leo de Klein geconstateerd. Maar die 9 punten staan echt
daar staan we nog vol voor en achter. Dus daar blijven we nu gewoon voor strijden. De inhoud staat, zegt u dus, ook na de verkiezingen, als er mogelijk, want daar ging het allemaal om, volgens mij het Linksverbond, over links een college gevormd zou kunnen worden, dan is Nida weer gewoon welkom? Hoe linkser, hoe liever, hoe progressiever, hoe liever. En dan moeten we wel verder praten hoe we nou met die ontstaande situatie omgaan. Ik ben altijd van niet uitsluiten en blijven praten. Dat doen we met die Rotterdammers ook, hè. Niet schreeuwen, maar praten. Mm-hmm. Ik zal nooit een deur finaal dichtgooien. Dat ben ik echt, dat is niet mijn aard. Ik wil blijven praten. En wat nu niet is, dat kan misschien in de toekomst weer wel gaan bloeien. Oké, dat is dan duidelijk. En nog eventjes, was die keuze nou van u zelf om te breken? Of heeft toch de partijleiding, lees Jesse Klaver, daar een rol in gespeeld? Nou, de tweet waarin Nida schreef van nou, dit blijft ons standpunt. Dat was voor mij de aanleiding van nou, hier hebben we nu de hele dag om tafel gezeten. Dit was dus niet het uitgangspunt en niet de vraag. Dat gaf de aanleiding. Geen telefoontje? Ik heb contact gehad wel met landelijk, maar over de hele dag. Maar die laatste tweet waarin Nida eigenlijk zei van nou, wij nemen nergens afstand van. En nou ja, dus ook niet van die polariserende tweet. En daar, ja, dat was voor u het breekpunt? Ja. Dat was voor mij het, ja, het punt. En niet de inhoud van de 9 punten waar we met elkaar naartoe willen in de stad. Ik vind het wel bezwaarlijk als je zegt Erdogan is mijn leider. Want onze leider is Mark Rutte, daar kan je van alles van vinden, maar het is geen Erdogan. En ik vind het jammer en ook wel bijzonder dat er zoveel generaties nadien nog steeds zo wordt gedacht, ik ben eerst moslim, dan ben ik Turk en dan ben ik Rotterdammer. Dat moet volstrekt andersom. Ja. Vind jij dat niet? Daar heb jij moeite mee als iemand... Ik denk dat ze het en bedoelen. Nee, ze zeggen, de gedachte nou, is... Ik heb best wel veel collega's die bijvoorbeeld van Turks afkomen. Ze zeggen, ik ben Rotterdammer. Ja. Ik heb ook Turkse roots en ik voel me ook moslim. Ik denk dat het en is. Nee, maar dat ben ik met je eens. Maar niet in de andere volgorde. Dat mensen dus als een leider uit Turkije... Hoe zou u dat ooit kunnen controleren dan? Nou, ik vind het, als er binnen een uur 500 Turkse vlaggen op een brug staan... omdat Erdogan zegt dat er geprotesteerd moet worden... Vind ik dat raar. Ik had meer gehoopt dat dan Turkse jongeren zouden zeggen, of überhaupt Turk in Rotterdam, van jongens prima, maar ik leef hier in Nederland. Ik hoef toch niet met een Turkse vlag te gaan lopen. Maar nou ja, ik heb toch begrepen dat voor hen, ondanks dat zij van hun Turkse moederland ook houden, maar net zo goed als van hun vaderland Nederland. Nee, maar dat is prima dat je ervan houdt. Alleen laat je er niet door leiden. Dat is denk ik het woord. Op Rotterdam interviewde in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen 2018 de lijsttrekkers voor Rotterdam. U keek zojuist naar een compilatie van lijsttrekkers 010. Benieuwd naar de volledige interviews? Ga dan naar oprotterdam.nl/verkiezingen.